Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Suriname kan meer halen uit bestaande diplomatieke relaties met India, Canada en Verenigd Koninkrijk. Vice-president Brunswijk roept inheemsen op zich te bundelen. President moedigt aan tot dialoog binnen Surinaams voetbal. Directoraten slaan handen in één voor onderhoud Palmentuin. En COVID-19-uitbraak Martinique noopt tot alertheid. De buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van India, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben op dinsdag 10 augustus 2021 hun geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. Suriname kan meer halen uit de reeds bestaande relaties met deze landen. Met hen zal overlegd worden hoe er verder inhoud kan worden gegeven aan de diplomatieke banden. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat desgevraagd wat dieper hierop in. Het is belangrijk dat we deze ambassadeurs ontvangen hebben nu, omdat het een formele ceremonie is van het overhandigen van hun geloofsbrieven. Het zijn nieuwe ambassadeurs, dus wij moeten weer met ze praten over hoe we die relatie inhoud willen geven. Er is natuurlijk een agenda voor wat betreft deze landen. Met name met India hebben we natuurlijk historische banden. En de president heeft nadrukkelijk aangegeven dat hij met India zeker tot een verbreding en verdieping van de relatie wil gaan. Zeker op het stuk van het bedrijfsleven, maar ook op het stuk van de verdere culturele samenwerking. De Indiase ambassadeur heeft aangegeven dat zij uitkijken naar het bezoek van de president dit jaar of volgend jaar naar India. Volgend jaar is het een belangrijk jaar voor India in verband met hun onafhankelijkheid. Wij werken ondertussen naar een verdieping van die relatie voor wat betreft het bedrijfsleven. Met verschillende van de bedrijven die geïnteresseerd zijn om hier in Suriname te investeren. De farmaceutische industrie, olie, gas en dergelijke. Met Canada is het een langdurige relatie, maar niet echt geïntensiveerd, niet echt zwaar in geïnvesteerd. Ook zij hebben aangegeven dat ze uitkijken naar een verbreding van de relatie. Zeker voor wat betreft het bedrijfsleven. IAM Gold is een Canadees bedrijf hier. Maar er zullen waarschijnlijk meer bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn om hier actief te zijn. Canada heeft de president uitgenodigd om bij twee grote conferenties aanwezig te zijn en Suriname daar uit te dragen. Eén is de Mining Conference, dat duizenden bedrijven aantrekt uit de hele wereld, dat elk jaar in maart in Toronto wordt gehouden. En de andere is een olie- en gasconferentie die later in het jaar plaatsvindt. Het is een gelegenheid om Suriname te promoten, onze mogelijkheden in olie en gas ook daarbij aan te geven en zo investeerders aan te trekken. Ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk, ze zijn net uit de Europese Unie getreden, maar we hebben een speciale overeenkomst ook ondertekend, de zogenaamde UK Cariforum EPA, dat een eigenlijk preferentiële voorkeursbehandeling dus geeft wat betreft het betreden van de markt in het Verenigd Koninkrijk.
Dus op basis daarvan willen we kijken naar export van agrarische producten, met name citrus en andersoortige fruit, bananen, richting de markt in het Verenigd Koninkrijk. Maar daarnaast zijn er ook een aantal belangrijke issues besproken die te maken hebben met alle drie landen. Bijvoorbeeld de kwestie van klimaat, klimaatsverandering. En dat is belangrijk omdat dit jaar in november de klimaattop wordt gehouden, de 26e, in Glasgow in Schotland. En het ligt in de bedoeling dat de president, indien daartoe de gelegenheid bestaat voor hem in zijn agenda, daar ook aanwezig is en deelneemt aan de summit van wereldleiders voor betreft klimaatverandering. Ondertussen gaan de gesprekken door met alle landen voor betreft de voorbereiding van het klimaattop. Dus dat zijn sommige van de issues die aan de orde zijn geweest. Wij stellen het natuurlijk zeer op prijs dat we deze relaties wereldwijd kunnen continueren. Het is belangrijk voor Suriname. Het is een gelegenheid om niet alleen Suriname uit te dragen in termen van onze cultuur en onze politiek, onze buitenlandse politiek, maar ook op een stuk van het bedrijfsleven goed overleg te hebben. Dat is het geweest voor vanochtend. Wij verwachten, dat wil ik alvast mededelen, de nieuwe ambassadeur van China, van Volksrepubliek China, is inmiddels hier. Hij is nog in quarantaine. Dus zodra die gelegenheid zich voordoet, waarschijnlijk op 23 augustus aanstaande, zal hij zijn geloofsbrieven aanbieden aan president Santokki. Onze buitenlandse politiek is erop gericht dat we natuurlijk overal gaan kijken waar men ons technisch kan ondersteunen. Dus de technische samenwerking is belangrijk. Met India hebben we het al genoemd, de samenwerking op het stuk van informatie- en communicatietechnologie, ICT. Ook op het stuk van de Ayurvedische geneeswijze. India is bereid op beide gebieden centra hier op te zetten. Maar in termen van de industriële samenwerking, de commerciële samenwerking, kijken we ook uit naar de samenwerking op het stuk van olie en gas. India heeft veel interesse in olie, om op dat op te kopen, maar ook op het stuk van de farmaceutische industrie. Dus er is een breed scala aan mogelijkheden in India. In termen van Canada en het Verenigd Koninkrijk moeten we denken aan in ieder geval internationale samenwerking, dus technische bijstand. Canada heeft capaciteit aangeboden op een stuk van landbouw, veeteelt en visserij om hier specialisten naartoe te sturen om ons te ondersteunen. Wij zullen dat meenemen, maar daarnaast is er ook steun toegezegd vanuit Canada op een stuk van veiligheid. Canada speelt toch wel een belangrijke rol op het westelijk halfrond wanneer het gaat om veiligheid, trainingen, capaciteitsopbouw. En met het Verenigd Koninkrijk heb ik reeds aangegeven, met name op het stuk van export van agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk. Dus dat zijn enkele van de concrete mogelijkheden. Wij willen proberen om met iedereen vrienden te zijn in de wereld. Wij zijn een relatief klein land. Wij willen, en dat is onderdeel van diplomatie, in de diplomatie is het doel altijd om vrienden te maken, geen vijanden te maken. Dus onze diplomatie zal erop zijn gericht om te kijken naar partners wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat wij een voordeel kunnen halen uit die relatie. Dus het Surinaams belang gaat centraal staan in onze buitenlandse politiek. En op basis daarvan zullen we dus relaties aangaan. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft inheemse belangenorganisaties opgeroepen zich te bundelen. Alleen in eenheid zullen wij in staat zijn duurzame ontwikkeling te realiseren voor de achtergestelde groepen. Zo sprak de vice-president tijdens een aangepaste herdenkingsdienst in verband met de Dag der Inheemsen op maandag 9 augustus in de Palmentuin. Hij reageerde hiermee op de oproep aan de regering om het vraagstuk van duurzame ontwikkeling en de grondenrechten kwestie aan te pakken. De regering zoekt naar de beste oplossingen, omdat wij als volk hier samen moeten leven. Nu, morgen, maar ook in de toekomst. Vooral in vrede, eenheid als Surinamers. In harmonie moeten wij bouwen aan dit prachtig land Suriname.
visie hoeveel ons mogelijk van president dan toch ook toe uit takkie. We moeten zitten onder een boom. En dat gaan wij ook doen als regering. Die belofte hebben we gedaan en we gaan het waar maken. Blijft u hoop houden. Verliest u het vertrouwen niet in de regering. Wij gaan u niet in de steek laten. Als districtscommissaris is het mijn plicht ook om toe te zien dat hier dit gebied, en ik ben niet al te ver hier vandaan, dat hier alles veilig is, netjes is, onderhouden is en dat u hier ook veilig kunt arbeiden, uw kracht kunt verkopen en dat juich ik toe. Wij willen het toerisme in Suriname op een hogere level brengen. En een van de mooie culturen natuurlijk is dat van de inheemse Pausadi. En dat gaan we blijven promoten, nationaal en internationaal. Namens de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Verkas-Santoki, en ook First Lady, feliciteer ik de totale Surinaamse natie vandaag met deze bijzondere dag. Natuurlijk de mensen van de diverse verenigingen ook, zowel nationaal als internationaal. Ik feliciteer jullie met deze dag. En ik hoop dat deze dag nooit zal verdwijnen uit de Surinaamse geschiedenis. Het is hier begonnen en vanuit deze plek zullen we verder gaan. Wereldwijd wordt op deze dag stilgestaan aan het bestaan en de behoeften van onze oorspronkelijke bewoners, de inheemse. Suriname erkent, net als vele landen op de wereld, het bestaan van dit deel van de Surinaamse gemeenschap. Onze inheemse broeders en zusters vormen een zeer belangrijk deel van de Surinaamse multiculturele samenleving. Zij voegen, net als andere etnische groepen in ons land, een meerwaarde toe aan onze rijke multiculturaliteit. De rijkdom aan cultuur en geschiedenis van de inheemse moet voor onze jeugd en voor onze toekomst worden vastgelegd. Dames en heren, graag wil ik vandaag stilstaan bij de cultuur-educatie van onze jongeren. Ik zou als vicepresident van de regio Suriname graag willen zien dat wij op een structurele manier onze jongeren inspireren met kennis voor onder andere de verschillende inheemse volken en hun talen, hun geschiedenis, hun leefwijze, hun gewoontes en hun traditie. Wij moeten voorkomen dat onze eigen Surinaamse geschiedenis verwaarloosd wordt en verloren gaat. Hoeveel weten onze kinderen en zelfs ook volwassenen onder ons van de verschillende multi-etnische culturen die Suriname rijk is? Wij nuttigen elkaars gerechten en vinden elkaars culturele kledertracht heel mooi. Maar is dat alles? Nee. Dames en heren, er moet meer onderzoek komen naar over onze oorspronkelijke bewoners, onze inheemse, door onze Surinamers zelf. Laten wij als Surinamers opstaan en ons eigen onderzoek doen naar de geschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen in ons land. Er is naar mijn smaak en naar informatie die mij bereikt heeft, bitter weinig terug te vinden in onze Surinaamse schoolboekjes over de geschiedenis van onze inheemse broeders en zusters. Dames en heren, onbekend maakt onbemind. Laten we werken naar bemind maakt, bekend maakt, bemind.
De directoraten bestuurlijke en administratieve aangelegenheden van het kabinet van de president, cultuur en openbaar groen slaan de handen ineen voor een structureel onderhoud van de Palmentuin. Deze plek verkeerde geruime tijd in een slechte staat. Het directoraat cultuur is hierover in overleg getreden met het kabinet van de president. Er is terstond actie ondernomen en zijn er gesprekken gevoerd met het directoraat openbaar groen en afvalbeheer. Partijen zijn het met elkaar eens dat het regulier schoonhouden van de Palmentuin van de grond moet komen. In deze zal de Stichting Gebouwd Erfgoed, die toezicht houdt op dit monumentaal erfgoed, adviseren. De Palmentuin is erkend door de UNESCO als te zijn een erfgoedsite in de historische binnenstad. In 2018 bestond er reeds een plan, rehabilitatie en verfraaiing van het cultureel centrum Palmentuin, dat begeleid werd door plantdeskundige Iwan Wijngaarde. De nieuwe samenwerking heeft geleid tot het uiteenzetten van een onderhoudsplan. De Palmentuin behoort tot de achtertuin van het presidentieel paleis en valt onder het kabinet van de president. Martinique gaat in lockdown. Zo kopte een lokaal nieuwsmedium op woensdag 11 augustus 2021. Het eiland is geconfronteerd geraakt met een uitbraak van het COVID-19-virus en treft strenge maatregelen om deze te stuiten. Deze situatie dient elk land in het Caribisch gebied alert te maken, dus ook Suriname. Het COVID-19-virus grijpt snel om zich heen en meer nog de Delta-variant die meerdere slachtoffers maakt. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, heeft recentelijk benadrukt dat het virus de komende periode nog besmettelijker gaat worden. Het is daarom noodzakelijk dat burgers zich laten vaccineren en de beschermende maatregelen in acht blijven nemen. Tikas Poiti, ga vaccineren en laat u zich niet desinformeren. In Suriname zijn nu meerdere vaccins beschikbaar, waardoor u uw eigen keuze kan maken. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.